Dag dames en heren, welkom bij Ik Houd van Haarlem. Een programma dat draait om het verleden en het heden van onze stad. De kandidaten van vanmiddag hebben heel veel verschillen. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze hopen allemaal de gemeenteraadsverkiezingen te winnen. De winnaar van deze quiz mag zich 1 minuut lang tot het volk richten op onze Haarlem 105 camera. Ik ga de kandidaten aan u voorstellen. Aan mijn linkerhand Jan van der Mannacker van de SP. Die vormt een team met Jur Visser van het CDA. Volgens in het midden een soort paars. Jeroen Frits van de Partij van de Arbeid met Louise Verzette van D66. En helemaal aan de linkerkant van de tafel Ermalco van GroenLinks en Sjaak Vrug van de Actiepartij. Zou u kunnen aangeven in 1 zin wat u zou willen veranderen aan Haarlem? Kort en bondig 1 zin. Wijkagent en wijkzuster terug. Veiligheid vergroten voor de mensen. Een sociale stad met meer werkgelegenheid. Groene ruimte om de stad en groen ook in de stad behouden. Socialer beleid en meer groen in Haarlem. Bereikbaar Haarlem en meer groen in en rondom Haarlem. U hoort, in tegenstelling tot landelijke politici, kunnen deze mensen het wel in 1 zin. Wij gaan uw coalitievermogen testen en u zult dus met een politieke rivaal, dan wel compaan, moeten samenwerken. U krijgt alle 1 vraag over de geschiedenis en over het heden van Haarlem. Bij een goed antwoord krijgt u een mug. Beginnen we bij het eerste team. U mag overleggen. De allereerste trein in Nederland reed tussen Haarlem en Amsterdam. In welk jaar gebeurde dit? 1839. Volgens mij ook. 1839. Het is waarachtig maar waar. Ook al zat de trein toen ook nog niet op het nachtnet. Dat is een goed antwoord. U krijgt een mug. Dankjewel. Geen groene? Geen groene. Ah, die krijgt u straks misschien nog. Moet u nog een vraag goed beantwoorden. Voor het team in het midden. Iedereen kent Kenau. Die op de muren stond om de Spanjaarden van ons af te slaan in 1573. Maar wat deed haar vader, Simon Gerritszoon Brouwer? Volgens mij was hij reder, of was dan scheepsbouwer. Maar haar man was scheepsbouwer. Of was haar man scheepsbouwer? Maar haar vader zou het ook kunnen zijn geweest. Druk op, zullen we gokken op scheepsbouwer? Ja. Scheepsbouwer. Simon Gerritszoon Brouwer was burgemeester van Haarlem. Ach. Helaas, u heeft geen mug verdiend. Zoek hem op, pakt u een boek uit de kast. Het volgende team. U zou het niet verwachten, maar Schalkwijk hoort nog niet zo lang bij Haarlem. Sinds wanneer hoort Schalkwijk officieel bij Haarlem? 63. Ja, zou ook kunnen. 63? Jij zegt 73? Ja. Heeft u eruit? 73. Helaas, dat was in 1963. U was warm. We gaan naar het heden toe. Onlangs ging de prachtige voetbalclub HFC Haarlem failliet. Haarlem werd 1 keer landskampioen. In welk jaar werd Haarlem landskampioen? 47. Je mag het zeggen. We gokken op 1954. 1954, nou, toen werd het betaalde voetbal in Nederland ingevoerd. Maar in 1946 werd Haarlem landskampioen met de geweldige voetballer Kik Swit. Paars, wat is dit jaar het thema van de Haarlemse stripdagen? Volgens mij iets met verkeer en vervoer, maar ik zou het eigenlijk niet weten. Weet jij? Mobiliteit. Mobiliteit. Nou, u hoeft gelukkig niet te strippen. Maar het antwoord is Oost-Europa. Oost-Europa. Ach, ik zat toch. Ja. In het weekend van 4 juni. En dan gaan we naar het laatste koppel. Welk nieuw Nederlandstalig duo gaat optreden op de 30e editie van Bevrijdingspop in Haarlem? Onlangs een nummer 1 hit. Shit. Dat moet ik weten. Ja, de jongeren onder ons moeten dat wel weten, ja. Ik geef het op, ik weet niet. Je geeft nu al op. Ja, nee, ik weet niks van muziek. Ja, dat schiet niet op. Weet je actie, Sjaak? Kunnen we een klinker kopen? Of? Nee, je moet nog wel even moeder op de gang bellen. Misschien dat hij het weet. Nee, als ik het hoor, dan weet ik het. Maar ik heb nu echt geen... Zo'n oh ja antwoord. Ja. Het antwoord is Jurk. Jeroen van Koningsbrug en Dennis van der Ven van het programma Draadstaal. Oh ja. Ja, jammer. Die dus, zingen ja. Die zingen ook vrij aardig. Nou, dat was de eerste ronde van het programma. En die is gewonnen door het duo SP-CDA. Hier gaat de samenwerking uitstekend.
En dan gaan we door naar de volgende ronde. Ronde 2. Er zijn twee winnaars. Het CDA en de SP. Misschien zeggen we wat over 3 maart, maar dat weten we nog niet. In ronde 2 gaan we even kijken hoe fotogeniek u bent. U krijgt foto's te zien van Haarlem. Een detail van een gebouw of van een plaats. En dan mag u zeggen welk gebouw het is of welke plaats. Er staat een bel in het midden. En wie het eerste belt, die mag het antwoord geven. Is het goed? Ja, dan heeft u een mug verdiend, hè? Wij Haarlemmers, wij gebruiken muggen. Heeft u het fout, dan heeft u het fout. Doe voorzichtig met de bel. We krijgen niet erg veel subsidie van de gemeente, dus we hebben nog vaker nodig. Goed, dan gaan we beginnen met de eerste foto. Die ziet u in beeld. Dan zegt u het maar. De nieuwe BAVO op de Leidsevaart. Dat is goed. U krijgt een mug. Dankjewel. We gaan naar het tweede gebouw. Dit is de nieuwbouw bij de stad Schouwburg. Dat is ook weer goed. Het is ongelooflijk. We moeten voor het eten thuis zijn. We gaan naar de volgende foto. Dit is rommelwinkeltje op de botermarkt. Je bent wel warm. Maar het is de Vijfhoek. Nou, dat is nu je het ziet. He, ja, oké. Okay. Nu je het ziet, ja. Nee, het is gewoon een puinhoop, maar oké. Okay. Het is gewoon een puinzooi, ja. Doe er wat aan. De hoek van de straat bij de gedempte dingen. Ja. U heeft hem. Ja, ik weet het inmiddels ook, dat scheelt. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan door naar de volgende foto. Zo. Ja. Dat is de V&D. Dat klopt. Dit is inderdaad de V&D. U heeft een mug verdiend. We gaan door naar de volgende foto. Handen bij de klop. Stadhuis. Je bent sneller dan ik. Ja. U zit er goed bij. Ja. We gaan door naar de volgende foto. U ziet hier het stadhuis. Oh, heel mooi. Prachtig. We hebben een heel mooi stadhuis in Haarlem. We gaan door naar de volgende foto. Waar? Stadhuis, de Zijlstraatkant. Nee. Het spijt mij. Oh, jammer. U mag een hulplijn inzetten. Oh nee, die hebben we niet. Nee, hebben we niet. Tijlers. Nee, dit is Museum de Halle. Op de Grote Markt. Okay. Dus u was warm. Wij gaan door naar de volgende foto. Amsterdamse Poort. Nee. De BAVO. Ja, dat klopt. Dit is de BAVO-kerk. Zo, dit is een afgetekende overwinning. Ik vrees het ook. Ik kan het niet meer inhalen, vrees ik, jongens. Maar, ik ga maar we gaan gezellig door. Het is enig zo. We gaan door naar de volgende foto. Dit is Tijlers. Dat klopt. U hebt helemaal gelijk. Hoop ik niet meer dat u te veel vragen goed hebt, want de muggen zijn op. Iets met subsidie. Dus mocht u een keer in de gemeenteraad zitten en u denkt van, goh, we hebben geld over. Haarlem 105 houdt zich aanbevolen. We gaan door naar de volgende foto. Dit is? Het is volgens mij een ratel op de Lutherse kerk. Nee. Op? Ja, u bent u hebt uw antwoord gegeven. Ja. Ook niet. Weet u het? Geen flauw idee. Jan van der Marker van de SP, nee. 4-2 achter, helaas. Dit is de Amsterdamse Poort. Hey, Rick. Hey, verrek. Ja. Mooie omgeving, Jans. Ja, geweldig. Schitterende omgeving. Kan nog veel mooier worden. We gaan door met de ene laatste foto. Wow. CDA SP 4-2. De koepel. Dat is goed. Dat maakt de stand 4-3. U heeft geen muggen, maar we houden de stand keurig bij. Nee, we hebben nog één foto. Dus u kunt nog gelijk komen en hebben een shootout. Kijk. De SP is nog nooit zo dicht bij de overwinning geweest. Klopt, Jan. We gaan door naar de volgende foto. De allerlaatste foto. Wordt het een gelijkmaker met een shootout? Of gaat het CDA toch afmaken? Hartstikke mooi. Verschrikkelijk mooi, maar prachtig. Geen flauw idee. Bekend gebouw in Haarlem. Ik gok op de kerk bij Vrouwenstraat. Nee. Nou, Prinshof. Nee, dit is de Adriaan. Ach. De molen. Nou, is klaar. Dat betekent, de deurvier is van CDA gewonnen, de handen worden geboel, wordt geschud. Je mag mij dus erbij hebben. Zo. Oh, kijk, dat noem ik een coalitie sluiten. Inleveren met die handel. Oké. Okay. Nou, jij bent aan de beurt, jongen. Denk ik. U heeft gewonnen. En dat betekent dat u 1 minuut voor onze Haarlem 105 camera zich tot het volk mag richten. En uw verkiezingspraatje mag houden om de mensen over te halen.
Hopelijk, hopend op een massale opkomst. En voor u hopelijk dat de CDA gaat winnen. En wat mijzelf betreft, ik laat me even binnen. We gaan door naar het laatste deel van het programma. Dames en heren, mijn naam is Jurgen Visser. Ik ben nummer 2 op de lijst van het CDA, na lijsttrekker Marijn Snoek. Het CDA staat voor een veilige stad. Wij moeten handhaven wat we hebben. Wij willen luisteren naar de goedwillende mensen. En we willen de hufters, lelijk gezegd, maar wel waar, hard aanpakken. Wij willen ook gebruik maken van camera's. De politie moet camera's mogen gebruiken in hun strijd tegen overlast en tegen misdaad. Hier in Haarlem mag dat helaas nog steeds niet. Wij staan voor een groene ruimte. De groene stukken in Haarlem moeten natuurlijk groen blijven. Wij willen de speelplaatsen behouden. Wij willen van Sparendam een zo verkeersarme dorp maken. Dat is ook de reden waarom ze apart in ons verkiezingsprogramma genoemd worden. Gaat u 3 maart stemmen op een realistische partij die ook realistisch met bezuinigingen die eraan komen om willen gaan. Dank u wel. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Ik had van Haarlem op Haarlem 105. De eerste en tevens laatste keer dat wij dit programma op gaan nemen. Je moet namelijk op de hoogtepunt stoppen. Wij hopen dat u genoten heeft. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om te maken. Wij danken u hartelijk voor het kijken. En we zijn nu heel graag terug op Haarlem 105. Dank u wel.